Ik heb fucking vakantie. Jongens, ik heb fucking zomervakantie en ik ben knijters hype, jongens. Want het is 6 weken van school weg. Geen huiswerk meer. Geen toetsen om te leren. Geen boeken meer in de zware tas. Jullie zien de tas niet, maar die ligt daar. Duimpie, ja. En in deze video ga ik dus de planning en allemaal dingetjes vertellen wat ik met YouTube ga doen in de zomervakantie. En we gaan gewoon gelijk beginnen met de planning natuurlijk. Ik heb een soort van planning qua uploadschema. En dat gaat zo als volgt. Ik livestream op YouTube en ik maak video's. Dat zijn twee aparte dingen die ik doe op mijn kanaal. Ik zat dus te denken om de dag een video te proberen maken. Ik nadruk op het proberen, want ik weet hoe ik hem aan planning kan houden. Dat is echt fucking nee. Ik kan het gewoon... Ik kan het gewoon niet, oké, jongens. Dus ik dacht om de dag een video, zodat ik tijd heb om te renderen, te editen en om een dag een livestream. Misschien als ik heel goed op schema zit, dat ik gewoon misschien die dag een extra dag kan livestreamen. Ik probeer weer iets te doen met die wasgrijpen. Nee, maar even serieus. Ik probeer dus om de dag een video te uploaden voor jullie en zo vaak mogelijk te livestreamen. Om de dag houdt dus in bijvoorbeeld maandag, dinsdag geen video en dan woensdag weer een video. En dat ik dan misschien op die dinsdag dan live ga. Dat is de planning, denk ik, die ik probeer aan te houden. Misschien als ik een video al gerenderd heb, geüpload heb, dat die dag al online staat, dan kan ik ook gewoon nog live gaan. Dus ik probeer livestream dus om de dag te doen en video's om de dag. Dat staat zeg maar vast. Maar ik kan dus extra live gaan, bijvoorbeeld als ik een video al af heb gerenderd, geüpload, dat die online staat, dan kan ik nog wel live gaan die dag. Dus livestreamen kan wat vaker als ik goed op het schema zit. En video's komen gewoon om de dag. Iets meer over livestreamen. Ik heb de vorige vakantie, ik weet niet, volgens mij is het mijn vakantie, dacht ik, een 12 uur livestream gedaan. Wat ik super insane vond, Jiraski kon kijken, veel donaties, fucking veel kijkers. Super awesome comments in de chat. Insane, dat was echt een nice stream. Hij heeft ook 8000 weergaven of zo. Dat is echt een super toffe livestream. Dat wil ik dus weer gaan doen in de zomervakantie. Alleen ik weet nog niet welke datum precies. Ik denk rond over 2 weken. Want ik moet nog allemaal designs voor de 12 uur livestream doen. Van alles organiseren. Wanneer ik het ga doen met mijn ouders moet ik het dan even over hebben. En dat gaat gewoon even veel tijd kosten. En het komt sowieso in deze zomervakantie. Dat beloof ik jullie echt. Ik zweer het. En misschien waarschijnlijk denk ik het geval ongeveer over 2 weken. Dus er komt vast wel nog een update video daarover. Over mijn subaantal. Ik had nooit gedacht dat ik een 3 nullen achter mijn subcount heb staan. En dat is insane. Daar wil ik jullie super hard voor bedanken. Echt, ik meen het serieus. Dat is echt ziek. Het is echt nog steeds. We groeien nog steeds. Ik snap het niet. Ik vind het gewoon echt super tof. Dat meen ik serieus. En daarom heb ik een soort van doel voor mij gesteld. Het zal mij ziek lijken om dit jaar sowieso de 10.000 abonnees te halen. Dat kan. Dat kan. Het kan serieus. Als wij zo doorgaan, zou dit super sick zijn. Want we zitten op dit moment bijna op de 7800. Dat houdt dus in dat we nog 2200 subs moeten halen. Daarom ga ik heel veel actief proberen te zijn in deze zomervakantie op mijn kanaal. Dat er nieuwe mensen komen. En dat het gewoon een insane explodeert, gewoon dat abonnee aantal. Dat is echt, ja, dat is gewoon dik. Trouwens, ik zit ook in een soort van nieuwe setting. Ik probeer wat uit. Ik weet niet of het echt nice is, maar kaas. Ik heb ook iets nieuws bedacht voor op mijn kanaal. En ik weet niet of het heel erg goed gaat uitpakken. Maar ik zeg het gewoon nu. Ik heb in sommige video's, ik herhaal sommige, niet elke video, laat ik een soort van raadsel achter de outro. Dus de outro komt aan het einde van de video, daarachter komt de raadsel. En als je onder die video het raadsel goed hebt, dus het antwoord daar neerzet in de comments, met diegene ga ik dan een video opnemen. En dat ga ik wat vaker doen in de zomervakantie, een soort van summer special iets, denk ik. En dat lijkt me gewoon leuk om wat meer interactie natuurlijk met de kijkers te krijgen. Want ik krijg best wel vaak echt insane veel mensen die vragen van... Yo Dylan, samen een video opnemen? Yo Dylan, wil je ook een keer met mij opnemen? Yo Dylan, lijkt me tof om met jou op te nemen. En ik heb daar best wel hard over nagedacht. Want ik dacht van je, ik heb zo vaak gezegd tegen die mensen... Nee, ik neem niet op met andere mensen. Alleen met mijn opneemgroepje, streamgroepje, mijn squad zeg maar. Maar ik wil toch proberen. En ik ga het niet te vaak doen. Ik zeg gewoon niet elke video of dat misschien 1 keer in de week of zo.
En dat wil ik gewoon gaan uitproberen. Dus een raadsel, er komt ook, de eerste raadsel komt achter deze video. Dus als je dat raadsel goed hebt, nemen wij contact samen op. Gaan wij een video opnemen. Ik weet niet wat, Call of Duty moet wel waarschijnlijk een PS4 hebben. En ik ga kijken of het uitpakt. Dus niet elke video raadsel, maar deze video zeg ik het alvast. Er komt een raadsel in. En als je het goed hebt in de comments. Ja, natuurlijk, iedereen kan hetzelfde antwoord hebben, maar gewoon... Ja, ik kies gewoon iemand random uit die het goede antwoord heeft. En dan kan jij met mij een lekkere video opnemen. Dan gaan we lekker knallen, jongen. Lekker... Dat. Dus mij lijkt dat een super toffe soort summer special video geval idee dit dat met kijkers. Ik sla mijn microfoon. Lekker weer. Dus ik hoop dat jullie dit een tof ideetje vinden. En deze video natuurlijk ook tof vinden. Vergeet zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zou ik super tof vinden. Leuke reactie wordt natuurlijk altijd gewaardeerd. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.